Zie, luister eens. Zie, ik zend u als schapen in het midden der wolven. Schapen in het midden der wolven, dat is toch heel gevaarlijk, jongens en meisjes. Schapen bij wolven, die schapen worden doodgebeten. Als schapen in het midden der wolven. Wie zegt het? Waar zijn we eigenlijk? We zijn bij een uitzending, een uitzenddienst door de Heer Jezus zelf. Hij zendt zijn 12 discipelen uit. Hij is de goede herder. Hij kent zijn schapen. En nu is het moment aangebroken. Ik zend u als schapen in het midden van de wolven. Zie, ik zend u. Ze kunnen gaan. Ze mogen gaan. Ze moeten gaan. Ze willen gaan. Na Pinksteren mag de goede boodschap aan alle mensen verteld worden. De hele wereld wordt het doel van de evangelieboodschap. Deze boodschap verandert niet. Dat komt omdat de zender dezelfde is. De gezondenen, de schapen, blijven ook hetzelfde. En de wolven ook. Gezonden als schapen onder de wolven. Dat betekent dat zendingswerkers het te verduren krijgen, terwijl zij weerloos zijn. Dat betekent belijden in verdrukking. Zendingswerkers kunnen zelden het evangelie zomaar uitdragen. Er is weerstand of er komt tegenstand. En zeker in de gesloten gebieden waar zending verboden is, is er steeds controle en zijn de werkers voorzichtig. Je weet nooit hoe ver je kunt gaan. Je kunt uiteindelijk het land uitgezet worden. Maar je hebt een opdracht gekregen van de goede herder. En je hebt een goede boodschap voor iedereen die je tegenkomt. Dat is soms spannend, dat geeft voortdurend druk en dat maakt waakzaam. Net als schapen, alert op wolven. Maar ook als zendingswerk gewoon is toegestaan, kun je ten diepste niets uitrichten. Wie kan een mens overtuigen? De zendeling niet. De Heilige Geest wel. Dat is beslissend. Met die hoop en verwachting leven zendingswerkers als een christen, spreken zij met anderen over het woord, lezen zij uit de Bijbel met de enkeling, komen zij bij elkaar in een Bijbelstudiegroep, beleggen ze op zondagdiensten en zien ze mensen komen tot hun verwondering, mensen om belijdenis te doen, gedoopt te worden. En zo ontstaan er zendingsgemeenten. Het is een wonder. Laat het een vast artikel zijn in ons gebed dat de Heilige Geest zich verbindt aan het woord en het werk en zorgt voor de zendeling onder de wolven. Er is ook een andere kant aan het belijden in verdrukking. Wat zou het eigenlijk betekenen voor mensen en families als die boodschap van het evangelie mensen, gezinsleden onder hen bekeert? Dat laat families en vrienden echt niet koud. Integendeel. Het is moeilijk. Het is pijnlijk als je lieve kind, je man, je vrouw, je vader of je moeder, van atheïst of animist of boeddhist of hindoeïst of moslim,
volgeling van Jezus Christus wordt. Dat beleef je dan als een verlies van iemand die je dierbaar is, waar je zielsveel van houdt. Dat schrijnt. De belijdenis dat Jezus Christus de Zoon van God is, veroorzaakt tegenstellingen. Jezus zelf zegt dat hij verdeeldheid op de aarde brengt. Het belijden van het geloof in Jezus brengt verdeeldheid. Verdeeldheid, belijden, verdrukking zijn nauw met elkaar verweven. Hij zegt het in het hoofdstuk over de schapen en de wolven heel scherp. Meent niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Wij zien vaak over het hoofd hoeveel verdriet en verscheurdheid en overgang naar het christendom teweeg brengt. Hoe rauw het verlies is en hoe onthutst en scherp familie en vrienden kunnen reageren op dat verlies. Het is ook voor zendingswerkers pijnlijk om te ervaren hoe iemand door zijn familie of zijn dorp verstoten wordt. Het geeft ook veel verdriet als voor hen ineens scherper dan ooit wordt ervaren dat er een onoverbrugbare kloof is tussen hen en zoveel mensen met wie ze wonen, soms diep verbonden zijn, van wie ze houden, maar die toch niet de goede keus maken. In de omgang met deze families komt het in je dagelijks leven aan op wijsheid, zoals de slangen, en op rechtheid en zuiverheid als de duiven. Laat deze families, deze dorpen en de kloof en hun verdriet ook een vast artikel zijn in ons gebed, opdat ook zij ingewonnen mogen worden voor koning Jezus. Belijden in verdrukking. Wij zijn blij als iemand belijdt dat Jezus Christus de Zoon van God is. Dat mag ook. Zou u niet blij zijn als het verlorene gevonden wordt? Als er een schaap binnengaat in de stal van Christus? Het is toch een wonder? Bovendien, bekering geeft rust aan mensen die een onrustig hart hebben. Rust in de Heere Jezus Christus. Dat is in de Meester, in de Zaligmaker, in de Borg. En door Hem vrede met God. Jonge christenen krijgen wel te maken met de verdrukking die verbonden is aan het belijden van de naam van Jezus. Er komt vaak niet alleen een breuk met familie, vrienden en het dorp. Niet zelden zal het ook maatschappelijke gevolgen hebben. Problemen op school, verlies van je werk, inkomen en aanzien, onveiligheid, onzekerheid over wie er voor je zorgt als je oud geworden mag zijn. Het achterlaten van je huis, je geboortegrond en soms zelfs je vaderland. Maar ook al kan verdrukking te veel worden en kunnen periodes zijn van terugvallen, toch is er ook het volharden met vallen en opstaan. Het geheim van dat volharden, dat ligt in het werk van Gods Zoon. Hij bleef staande in de grootste verzoeking en in het diepste lijden. Laat het vragen om zijn zorg voor jonge christenen een vast artikel zijn in ons gebed, dat zij door Hem staande mogen blijven. Belijden
in verdrukking. Het kan. En we zien het op zendingsvelden gebeuren. Om Jezus wil. Hij belooft. Een iegelijk dan, die mij belijden zal voor de mensen, die zal ik ook belijden voor mijn Vader, die in de hemelen is. Hij, die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht, beschaduwd in Gods woning. Dies noem ik God, zo goed als groot, voor hen die op hem bouwen. Mijn burcht, mijn toevlucht in de nood, de God van mijn betrouwen.